Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En voor als je nieuw bent, vergeet zeker niet op de abonneerknop te klikken. Support me en mis geen één video meer. Zoals je kan zien is het avond en heb ik geen make-up op. Ik open de vlog. Normaal open ik de vlog eigenlijk altijd helemaal geflikt en leuk. Ik wil namelijk altijd de vlog gewoon lekker fris beginnen. Lekker met make-up. You know. Maar ja, dat was vandaag gewoon even niet in. Ja, het is dus maandagavond al. Het is al 10 uur. En dan denk je... Nou, misschien denk je dat helemaal niet. Misschien denk je wel, oh nou ja, het is maandagavond. Ik heb de hele dag online les gehad. Van 10 tot 4. Nou, voor 10 uur had ik, zoals jullie mijn kennen, niet tijd om te filmen. Omdat ik altijd gewoon letterlijk 10 minuten van tevoren wakker word. Ik heb ook de hele dag lekker met dit... Ja, pyjama, joggingspak gezeten, no make-up, achter de online lessen, achter de laptop, niet achter de online lessen, achter de laptop met de online lessen. En daarna heb ik eigenlijk eten gekookt. En nadat ik het eten heb gekookt, heb ik mijn kamer opgeruimd, schoongemaakt en stofgezogen. En ja, dat was zo'n beetje mijn dag. Er was eigenlijk een moment dat ik dacht, oh shit. De video moet, nou, de vlog moet ik openen. Ik dacht, ik ga me even douchen. Nou, ik heb me gedoucht. Dacht ik, oké, ik ga me opmaken. Want ik had een uurtje pauze. Maar toen moest ik eigenlijk nog middag eten. Dus had ik eigenlijk geen tijd meer om me op te maken. Dus ik dacht, oh, en toen begon online les alweer. Dus het is er gewoon niet van gekomen om de vlog te openen. Het is allemaal niet een drama. Want jullie hebben letterlijk niks gemist. Ja, ik heb even lekker de week gestart. Ik heb super goed gewerkt aan school. Ik loop helemaal op schema. Dat vind ik echt super chill. Want het vorige... Afgelopen half jaar is het bagger gegaan. Dus ik wil nu gewoon mijn minor even goed doen. Ik ben echt enthousiast. Dus daar heb ik zin in. En ik loop lekker op schema. Dus dat is top. Ja, ik heb dus lekker helemaal mijn kamer opgeruimd. Het was één mega zooi. Het was gewoon ontploft. Het was niet normaal. Er lagen nog kleding van een shoplog van woensdag. En het hele weekend is Stan hier geweest. Of ik ben weg geweest. Dus... Dan heb je ook geen tijd om op te ruimen. En nu was ik gewoon lekker alleen. Ik heb ook lekker alles schoongemaakt. En gewoon lekker alles stofgezogen. Heerlijk. Ik voel me helemaal tot rust en clean. Ik heb vandaag ook super gezond gegeten. En dan heb ik ook gewoon even weer wat gezonder gaan eten. Want ik ben zo slecht aan het eten. En ik merk gewoon meteen dat ik er beter voel. Ik had gewoon lekker een broodje met katerspek op. En ik had gekookte eitjes. Dat was gewoon mijn lunch. En toen had ik gewoon nog een koffietje op. Had ik 1 koekje erbij gepakt. En gewoon avondeten hadden we een Hello Fresh. En ik heb nu lekker water met citroen. Ik ga ook niks meer eten. Het is 10 uur. Ook niet meer nodig. Dus daar wil ik het gewoon lekker bij laten. Ik ga denk ik gewoon eens even een theetje pakken. Ik ga lekker verder met schilderen. Want ik ben natuurlijk bezig met schilderen op nummer. Daar ben ik ook niet meer aan toegekomen. Dus dat ga ik nu lekker doen. Hele lange intro. Maar ja, dat is eigenlijk een beetje in mijn dag opgezomd. Ik hoop dat jullie dat erg vinden dat ik het nu een beetje zo heb verteld. Maar ja, zo is het gewoon een beetje gelopen. Ik heb echt een super droge huid. Want dat komt echt van het schaatsen en de kou. Iemand zei, ben ik de enige die haar mooier vindt met, zonder make-up als met. Mijn moeder vindt het ook, Stan vindt het ook. Ja, ik weet niet. Ik vind het zelf niet. Maar ja, ik vond het een heel lief compliment. Dus dank je wel daarvoor. Voor degene die het zei. Ik moet deze week ook nog een video verzinnen. En ik weet echt niet wat voor video ik kan plaatsen. Maar dat ga ik wel even bedenken nog. Ja, morgen allemaal. Ik ga mezelf. Ik heb mijn wekker om 8 uur gezet. Want ik ging vandaag video filmen. Wat ik in een day. Dus ik wilde gewoon een beetje op tijd beginnen. Word ik wakker. Val ik weer in slaap. Is het 10 uur? En ik heb geen stem. Dus ik ga vandaag niet zoveel vloggen over het eten, maar wel natuurlijk gewoon andere dingen. Dat ik een What I Eat in a Day ga filmen. Oh, ik zie er ook gewoon echt... Oh, ik ben echt net wakker. Oeh. Oké, de salade is klaar, de bacon, nog de spek zit er ook op. Ik ga dit lekker opeten, heerlijk. En ik ga neem er gewoon een glas water bij. Oké, ik heb nu online les. Ja, ik heb net mijn salade op, echt niet normaal lekker. Ja, ik had 4 uur les naar mijn werk, dus echt saai dag. Oké, Stan die ging dus, is dus de laatste tijd een beetje bezig met bitcoins. Veel cryptomunten, geld, noem maar dat. Ja,
onderhandelen, nou, in investeren. En mijn broer is daar ook ja, al jaren eigenlijk mee bezig. Dus ik heb net ook, ik ga zo meteen voor 500 euro aan cryptomunten kopen. Dus ik ben er helemaal nieuw in. Ik vind het heel leuk om er meer over te leren. Dus dat ga ik zeker doen. Ik ga jullie gewoon een beetje meenemen als je dat leuk vindt. Alsjeblieft doe dit niet als je, volgens mij kan het ook niet eens als je onder de 18 bent. Dus als je 18 plus bent, doe het. Maar daaronder mijn jonge kijkers niet. Maar misschien vind je het wel gewoon leuk om te weten. Ik heb er dus nu 500 euro op gezet. Maar ik moet eerst mijn ID nog verifiëren ofzo. Ik heb nu heel veel pauze van de les. Het is 3 uur, dus ik ga ook weer even een koffietje zetten. Iets anders vet leuks. Ik had dus een hele leuke samenwerking met je eigen taart.nl. En hier heb je allemaal handgemaakt gepersonaliseerde taarten. En ik had dus een hele leuke Valentijnstaart voor Stan's verjaardag. Want dat is jaagdag. Komt perfect uit. Helaas, door UPS is dit te laat binnengekomen. Ja, het was gewoon natuurlijk vet kut met de sneeuw. En code rood. Weet ik het allemaal. Dus ja, hun konden er helaas niks aan doen. Maar ik ga hem nu morgen geven. Morgen ga ik naar Stan toe. Ja, de taart is dus goed tot 21 februari 2021. En ik heb hem nu gewoon een paar dagen in de vriezer gehad. Dus ze hebben bijvoorbeeld ook hier voor moederdag al hele leuke dingen. Of met Pasen. Oh my god. Ik ben heel benieuwd naar de taart. Oh, zo cute. Dit is dus een I love you taart. Zo ziet de taart eruit. Een mooie lint eromheen. En ja, vet leuk. Dit was dus de taart. Maar ja, die is helaas niet doorgegaan. Ik ben al een tijdje thuis van werk. Ik heb ook al gegeten. Mijn haar is echt een ontplofte boel. Ik ga morgenochtend lekker douchen. En mijn haar was helemaal zin in. Ja, ik ga nu de weekvlog editen. De What I Eat in a Day heb ik vandaag gefilmd. Ik hoop dat het, ja, een beetje een leuke video is geworden. Ik kreeg wel heel veel stemmen van jullie. Ja, dat jullie dat wilden zien. Morgen heb ik eigenlijk een dag vrij. Ik heb geen school. Dus ik ga verder met de weekvlog, denk ik. Misschien de video van gisteren. Dus van vandaag. Dat ik vandaag heb gefilmd editen. Zo, en ik heb net wat dingen besteld. Hunkemuller. Ik ben benieuwd waar hij binnenkomt. Ik had er nog cadeaukaarten van. Want de feestdagen en zo. En ik weet niet meer wat ik wil zeggen. Het is 10:15. Ik ga zo lekker een beetje in. Morgen allemaal. Het is een beetje donker. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. Ik heb lekker dit comfy chill pak aan van Chicel. Heerlijk. Ik heb dus op mijn make-up vandaag geen foundation op. Ik heb alleen concealer op. En ik vind het echt zo mooi. Ik heb gewoon geen foundation gebruikt. Alleen twee kleuren concealer, een donker en wat lichter. En een beetje gemengd. Ik vind het zo mooi en... het is zoveel natuurlijker. Het is echt kut. En verder heb ik wel gewoon alles gedaan. Bronzer, blush, highlighter. I like it. Gewoon voor everyday make-up is eigenlijk wel beter. Het is nu 10 uur. Ik heb hem helemaal klaargemaakt dus en zo. Ik ga nu naar beneden. En daar ga ik de weekvlog editen. Ik ga ook even wat eten. En... vandaag ga ik een rondje lopen met Ivan Bo nog. En aan het einde van de middag ga ik naar study. Mijn schat. Dus het is inmiddels 11 uur. Ik heb de weekvlog afgeëdit. Ik ben hem nu aan het uploaden. En ik ga even een koffie zetten. Ik heb namelijk heel erg veel zin in koffie. Dus dat ga ik nu zetten. Ik heb eigenlijk geen klote te doen, besef ik nu. Ja, ik ga denk ik even aan school zitten en misschien die andere video editen van gisteren. Yummy. Oké, omdat ik toch niks te doen had, dacht ik, weet je, ik ga een keer weer met DM induiken. Heel veel bedrijven die benaderen me ook altijd op DM. En please, don't do it. Alsjeblieft, mail me gewoon. Ik zie mijn DM's niet. Ik kijk er niet naar. Ik lees wel zoveel mogelijk, maar... om het allemaal te gaan beantwoorden. Het is gewoon heel irritant. Ik hou gewoon niet van zakelijk contact op DM. Dus please, mail me. Dat vind ik echt veel beter. En mijn haar zit hier heel raar.
En toen dacht ik, weet je, ik ga lekker op jullie DM's reageren. Want ik zag een fanaccount voorbij komen en die had allemaal dingen gestuurd. En daar ging ik toen mee praten en die vond het zo leuk om even contact met mij te hebben. En toen dacht ik, hoeveel mensen vinden het wel niet gewoon leuk om even gewoon contact te hebben. Dus ik ben even mijn DM's ingegaan. Ik heb heel veel mensen gereageerd. En ja, het doet me zoveel goed. Ik ben meteen helemaal blij ervan en zo. Dus ik wil dat echt vaker gaan doen. Ja, ik snap dat jullie bijvoorbeeld denken van, hoezo heb je daar geen tijd voor? Want hoe weinig tijd kost het om op een DM te reageren? Maar als je de hele dag door DM's krijgt en daar overal moet gaan reageren en mensen gaan doorpraten, dan hou je gewoon geen tijd meer over. En zeg maar, als je het bij één doet, dan wil je het eigenlijk het liefst bij allemaal doen. En ja, dan denk je, nou, dan doe ik het maar niet. Want op welke DM moet ik reageren? Want ze zijn allemaal leuk. Dus ja, heel erg bedankt voor iedereen die überhaupt een bericht stuurt. Ik lees bijna wel heel veel. Dus soms denk ik ook echt van, oh, zo lief, maar weet dat ik het lees. Dus je stuurt het echt niet voor niks. Maar heel erg bedankt in ieder geval als je iets stuurt. En ik probeer de laatste tijd gaan een beetje meer op te reageren. Want ik bedoel, jullie maken het allemaal mogelijk voor mij. Dus mag ik ook wel een beetje de liefde teruggeven aan jullie. De video is geüpload. En ja, ik ben nu lekker mijn koffie aan het drinken. Het is 12 uur, dus ik ga denk ik zo ook even lunch maken. Oeh, zo, maar is grijs weer. Love it. Oké, het is 3:15. Ik weet echt niet meer de laatste keer dat ik heb gevlogd. Maar ik heb ook al middag gegeten. Ik weet niet of ik dat gevlogd heb. Isabel, Bo en ik gaan nu gezellig een rondje lopen. Ze komen om 3:00 hierheen. Dus ik ga me heel veel omkleden. Want ik heb nog dit chillpak aan hier om mijn hemd. Het ziet er niet uit. Maar ik was vol kinkhout. En daarna ga ik naar study. En dan ga ik deze taart geven. Oh, wat gebeurt er nou? En dan ga ik de taart geven. Ja, ja, ja. Zo, ik ben met mijn zus, Boos en Bella. En we zijn een rondje aan het lopen, want dat is heerlijk. Dat is het enige wat je kan doen. Dat is echt zo, ik zie zoveel mensen rondjes lopen. Ja. Dat is een beetje het uitje van de dag. Ja, ik heb me gewoon omgekleed omdat ik een rondje gelopen. Ik had een Joyce pak aan en ik ga in een Joyce pak rondje lopen. Dacht, nou, even een leuke blouse aan. Rondje lopen. Maar misschien wat even rond. Ja, echt hè. Nou, gaan we lekker lopen hoor. We zijn weer helemaal matching in de kleuren. Helemaal in de beige, nude tinten. Alright, ik ben weer terug van het rondje lopen. Super gezellig. Gewoon even lekker rondje lopen. Gezellig de meiden weer spreken. En I love my sisters. Bo is volgende week vrijdag jarig. En die van, ik heb zo'n leuke cadeau bedacht. Ik ga het nog niet zeggen, want misschien kijkt Bo dit wel. En dan kan niet. Ach, ik kan niet wachten. Ik heb zoveel zin in. Maar, helemaal excited opeens. Ik zie het lever zitten. Maar ik ga nu naar mijn spullen pakken. En dan ga ik lekker naar Stan. Eindelijk weer. Ik heb 2 dagen niet gezien. Maar ik mis hem nu al gewoon al. Sla nergens op. Maar ja. Good morning. Het is vandaag donderdag. Ja, zondag. Ik ben bij Stan wakker geworden. We hadden gisteren nog die taart op. Die was echt fucking lekker. Ik ga vandaag de hele dag hier blijven. Stan heeft nu online les. Ik heb in de middag online les. En ja, ik weet niet. Ik ga niet echt op de dag slaan. Want we hebben al bij gewoon de hele dag les. Dus dat gaan we gewoon hier een beetje doen. Oh, maar zo. Klit. Stan, die heeft nu les. Dus ik ga nu even koffie zetten voor ons. Stan! 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 Ja. Wil je een ijskoffie? Ja, ja, nou, maar ik weet niet of hij het doet al de ijsmachine. Nee? Nee, sowieso niet. Oh, dat doet het niet. Wil je wel kijken, ja? Ja. Ik dacht misschien wel lekker om ijskoffie te maken, want Stan heeft dus zo'n ijsmachine. Maar ik weet, Stan weet dus niet of hij dat al doet. Ik ga even kijken. Hier denk ik in. Crushed. En dan willen we cubes. Ja. Nee. Nee, die doet het niet. We hebben namelijk een hele verbouwing gehad hier. Dus koelkast was gewoon een paar weken weg.
Dus die staat er net sinds gisteravond weer. Dus daarom staat er dan weer aangesloten. Nou, dan maak ik gewoon lekker normale koffie. Oké, we hebben net even een aflevering Temptation gekeken. We zijn nog niet klaar. We zijn bij de laatste aflevering. Ik heb altijd een soort slecht beeld of zo. Ik ga nu even wat boodschappen halen. Even mijn tasje pakken. Want San en ik gaan een soort gezonde pannenkoek maken van spinazie en ei. Met zalm. Ik leef wel ingezoomd. Nou, het ziet er allemaal heel raar uit voor mijn gevoel. Misschien ben ik wel gaan blind. Dat is waarschijnlijk aan de gang. Maar we gaan een soort spinazie-ei pannenkoekjes maken met huttekees, zalm, bosuitje, tomaatje. Gewoon lekker. En ik heb om 2:30 weer les. Ik ben gewoon buiten. Dus ik ga dat even halen op mijn scooter. Dan gaan we dat zo maken. Ik kan wel even laten zien hoe we dat doen. Dat is wel leuk. Even, in ieder geval, jullie zeiden dat jullie het leuk vonden als ik recepten deelde en zo. En het is ook heel gezond. Dus dat is ook leuk. Oké, ik ben terug van boodschappen doen. Ik ga even laten zien wat ik heb gehaald. Ik heb spinazie. Ik kreeg dit erbij. Zakdoekjes. Mijn handen zijn trouwens helemaal bruin van de zelfbruiner. Echt, oh my god, dit kan echt niet. Ik probeer af te wassen, maar het lukt niet. Dan melk. Bosui. Dan huttekees, maar dan gaan we van Jumbo. Tomaatjes. En zalm. Lekker. Dan heb je verder eieren nodig. Ik denk dat we hier... Ja, hier hebben we eieren. En bloem. Dat hebben we ook hier. Maar we gaan het nu nog niet maken. Maar als we het gaan maken, dan zal ik het allemaal laten zien. Ik doe nu even de helft in de koelkast. Bijna alles eigenlijk. Oké, ik heb besloten om er een TikTok van te maken. Ik dacht dat is wat leuker en is niet zo langdradig ook in de vlog en zo. Dus wil je het recept weten en hoe je het moet maken? Ik zal natuurlijk wel het eindresultaat laten zien. Moet je even mijn TikTok checken. Daar staat het helemaal en dan zou ik ook de ingrediënten natuurlijk in de comment zetten. Maar ja, ik ga zo meteen laten zien hoe het eruit ziet. En als je wel weet hoe ik het moet maken en zo, kun je TikTok checken. Dat is namelijk veel sneller en handiger. En volg me natuurlijk meteen. Dat zou ik heel leuk vinden. Ik heb bijna de 10k op TikTok. Dus als jullie daarvoor kunnen zorgen, zou het heel leuk zijn. Nou jongens, kijk hoe lekker dit is. Met zalm, tomaatjes en huttekees. En dan dus zo'n pannenkoekje. Nou, ik ben echt super benieuwd. Tadaa, ze zijn klaar. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga jullie laten zien of ik het lekker vind of niet. Oké, ik ga testen of het lekker... Nou, nu zie je me ook niet. En zo zou ik weer? Het filmt je al? Ja. 350 of zo. Het was iets van 350 calorieën dit allemaal bij elkaar, dus dat valt echt mee. Oké, let's try. Het is niet te vergeten. Heel lekker. Ja. Moet je echt maken, jongens. Lekker. Oké, het is inmiddels 9:15. We hebben gezellig hier bij mij gegeten. We hadden lekker zoveel pizza gemaakt. Stan is nu naar huis. Want we moeten natuurlijk voor de avondklok thuis zijn. En... ik ga denk ik editen van de video en ik weet niet of het nou wat gezegd, maar Stan en ik gaan Airbnb huren in Amsterdam volgende week. Van woensdag tot donderdag gaan we daar een nachtje heen. We hebben echt superleuk Airbnb, echt op de Prinsengracht bij het Leidseplein. Superleuk. Ik zal het even laten zien. We zijn maar €100 ervoor kwijt, dus ik vind dat helemaal niet veel. En voor een hotel ben ik bijvoorbeeld veel meer kwijt. En het is echt een mooi appartement. We mogen dus inchecken vanaf 2:00. En de volgende dag moeten we om 11:00 weg. Kijk hoor, kijk, zo ziet het eruit. Echt heel mooi. Kijk zo. Heel mooi uitzicht op de grachten. Wat vet leuk. Heel leuk. Nou, we kunnen gewoon niks leuks doen in vakantie.
We kunnen niet naar veel, we kunnen niet eten, helemaal niks. Dus nou, dit is wel een leuke oplossing. En dan gaan we gewoon zelf weer even gezellig maken. Want ik vond het weekendje naar Maastricht zo leuk. Dat ik dacht van, we gaan even wat leuks doen. En ja, echt super zin in. Morning, het is vandaag vrijdag. Het is 10 uur. Ik heb me helemaal gedoucht en een beetje omgekleed. Opgemaakt. Ik heb dus weer geen foundation op. En het ziet er echt, zeg maar, op camera zie je misschien niet eens heel veel verschil. Maar het echt zit normaal is echt zo'n glamourlaag van foundation. En nu zie je dat niet. Liefje. Zo schattig. Het is echt super mooi weer. Dus ik ga denk ik ook nog even een rondje lopen vandaag. En mijn moeder had het ontbijt voor mij klaargezet. Dat was mijn havermout gemaakt. Even kijken. Ja. Met banaan. Ik ga er een beetje kaneel denk ik op doen. Lekker. Yummy. Ik heb lekker een lunch gemaakt met 4 van die lightweight, van die lichtgewicht crackers. Met Philadelphia, sriracha, tomaat, bossa en een beetje gasper kaas. Ik heb dit nog nooit op, maar ik heb gewoon wat dingen uit de koelkast gepakt. Dit leek me wel lekker, dus ga ik nu lekker opeten. Oh my god, dit is zo lekker. Ik maak gewoon iets vet randoms. Dit is ook echt niet veel calorieën. Ik heb het opgeteld. Het waren volgens mij 300 nog wat calorieën. Nou, dat is echt top voor een lunch. Het is zo lekker. Het smaakt een soort naar een nacho schotel of zo. Met die tomaat en die kaas. En dan die Philadelphia soort, ja, soort crème fraîche. Het is zo lekker. Die sriracha maakt het echt lekker pittig. Ik pak gewoon echt vet random dingen uit de koelkast en ik maak er wat van. Zo lekker met die bosui. Het gaat echt goed trouwens de laatste tijd met gezonder eten. Ik heb de hele week eigenlijk een soort van gezond gegeten volgens mij. En in het weekend probeer ik er niet te veel op te letten, want ja, ik bedoel, ik moet ook genieten. Ik sla echt niet door ofzo hoor, want leven, eten is echt mijn leven. Ik vind het zo lekker. Maar ik wil gewoon echt een paar kilo kwijt voor de zomer, want oh my god. Het ziet er wel al meteen minder opgeblazen uit ofzo. Dat is chill. Ik ga lekker opeten. Dan ga ik zo aan school zitten. Oké, het is inmiddels 1 uur. Ik heb eigenlijk de hele ochtend boekhouding gedaan voor mijn YouTube. En ik wilde eigenlijk naar school, dat is nog niet gelukt. Dus dat ga ik nog wel doen. En ik heb een beetje filmpjes gekeken. Ik zoek dus eigenlijk een boekhouder voor mijn jaarrekening. Verder lukt alles wel. Ik bedoel, ik krijg het ook gewoon op school. Maar zo'n jaarrekening is dus wel even wat heftiger. Ik heb een heel erg leuk pakketje ontvangen. Van Conquest Fashion. Ik hou echt van Conquest Fashion. Als iemand aan me vraagt, wat is je favoriete kledingshop? Heb ik niet. Maar kleding waar ik echt vaak leuke dingen vandaan heb. En die ik ook echt vaak aandoen, maar ik bij mezelf zijn vaak van Conquest Fashion. Dus ik heb weer een mega leuk pakket ontvangen. Ik heb nog niet gekeken wat erin zit. Ik heb een paar favorieten doorgestuurd. Dus voor mij is het zelf ook een verrassing wat ik precies heb gekregen. Dat vind ik altijd heel leuk. Dus ik ga dat nu even aandoen en aan jullie laten zien. Ik heb dus een mega groot pakket weer mogen ontvangen. Heel erg leuk. Linkjes staan of course in de beschrijving. Oké, het eerste wat ik eruit pak is een lila trui. Ik had dus een lila trui en die is kapot gescheurd. God knows how. Dit is gewoon ja, super chill, simpel truitje. Oh, hij heeft wel echt hele leuke mouwen, zie ik. Ja, ik mis gewoon van die basic truitjes dat je op een dag als vandaag aandoet. Gewoon net zoals dit. Heerlijk. Top. Volgens mij is dit een one size. Ja, kijk hoe leuk dit is. Ik vind dit zo leuk. Gewoon. En die mouwen vind ik ook heel leuk, by the way.
Heel erg cute. Ja, dit kan je gewoon niet fout aan gaan. Volgens mij, ja, dit vind ik echt top. Heel leuk. Ik ga deze denk ik lekker aanhouden vannacht. Ik ben helemaal druk en ik weet niet hoe het komt. Ik ben gewoon helemaal blij opeens. Ik heb helemaal die positive vibes. Omdat er allemaal leuke dingen aankomen. Ik heb helemaal... ik heb helemaal... Dat ik helemaal enthousiast ben. Ik word sowieso blij van kleding. Dat is één. Twee is net... Ik heb gewoon even weer dingen gefixt en zo. En dan voelt het echt goed van... Ja, ik heb echt even goed gewerkt. En volgende week ga ik gezellig met Sanne naar Amsterdam. Ik heb gewoon overal zoveel zin in. En van het weekend wordt leuk. Want ik ga naar Samantha. En ik heb gewoon allemaal leuke dingen weer. Het is echt... Soms heb je even zo'n... Dat je in een sleur zit van... Ik heb geen klote te doen. Nou, dat heb ik dus echt afgelopen weken gehad. En ik kom er weer allemaal soort leuke dingen. En ik maak het ook wel gewoon zelf leuk. Dat is natuurlijk ook gewoon belangrijk. Oké, door naar het verhaal. Heb ik hier... Oh ja, een tasje. Dit is een... baguette bag. Volgens mij zo heet dat zo, weet ik veel. Heel leuk in een beige kleur. Love it. Ik hou echt zo erg van deze tinten de laatste tijd. Kijk hoe leuk. Het staat niet echt per se bij een paarse trui. Maar super leuk tasje. Gewoon even zo'n simpel tasje. Heel erg leuk. Echt leuk bij deze paars, maar bij zwart. Of gewoon ook bij iets anders beige. Ook heel leuk. Oh my god, yay! Ze hebben weer lekker die batisten erbij gegeven. Deze geven ze heel vaak erbij. En die van mij zijn net op allemaal. En deze zijn echt... I love batisten. Ik wil eigenlijk gewoon naar de kruidvat gaan en ze echt gaan halen. Maar nu heb ik dus weer nieuwe. Deze zijn echt top. Ik gebruik ze echt altijd. Het werkt echt goed. Dus je kunt er lekker hier erbij. Dan heb ik hier een broek. Oh ja, ik had een hele leuke legging met een split. Benieuwd. Dit is dus een legging. Dat vind ik chill, want dan is hij lekker stretchy. Ik heb hem in de maat L, want ik heb brede heupen. Het ziet er op zich wel goed uit. Ik ben blij dat ik het heb gedaan. Maat L. Hij is ook best wel kort. Hij is heel high-waisted, denk ik dan. Oké, ik ga deze even aandoen. Nou, ik vind dit dus voor een L nog best wel een strakke broek. Hij zit voor mij echt perfect hoor. Maar ik dacht L, misschien een beetje groot. Maar hij zit gewoon nog een soort strak. Hij is helemaal niet zo stretchy. Maar hij is wel heel leuk. Ja, hoe ga ik dit goed laten zien? Even in de spiegel, denk ik. Dit is de legging. Hij zit gewoon goed mooi aangesloten. Heel leuk zo. En dan... Een splitje hier aan de onderkant. Nou, meid. Wat leuk. Heel leuk. Dan een item waar ik heel benieuwd naar ben. Dit is een blazerjurk in het beige. Ik heb er al een in het zwart. En ik heb deze in de maat L ook. Want blazerjurken zijn altijd te kort. Altijd te kort bij mij. En zo lang ben ik niet eens. Ik ben gewoon 1,70, dus dat is gewoon normaal. Maar dat komt denk ik door mijn ass. Door mijn ass gaat het helemaal omhoog staan. Ik wil niet stoer doen, maar nee. Heel leuk. Ik ga hem aandoen. Oké, vet leuk. Maar ja, dit is dus precies wat ik bedoel. Hij is echt... Ja, het kan zeg maar net. Niet. Ja. Ik vind het heel lastig met een panty erop. Heel leuk met de tasje wel. Ja, ik vind het dus heel lastig of je dit aan kan. Want als ik zeg maar zo ga of buk, dan gaat het zeg maar al fout. Ik vind hem wel echt vet leuk. Misschien gewoon met een legging eronder. Dan kan het ook gewoon. En leuk met dit tasje erbij. Vet leuk. En dan als laatst heb ik... Oh nee, als ene laatst. Schoenen! Hele leuke laarsjes. Echt hele leuke laarsjes. Deze zijn... Ik heb deze ook in het lak zwart. En ik heb ze nu dus in het beige wit. Ik vind die zo echt gaaf. Heel leuk. Oh, staat dit niet vet leuk op dit jasje. Ah, ik word excited. Ik heb hem in de maat 39.
Want 38 was uitverkocht en ik moest ze hebben. En ik heb ook andere laars van Shein, wou ik zeggen. Van Concat Fashion, maat 39. Ja, het is een beetje ruim. Maar ik vind dat prima wel. Beetje te groot als te klein. Zeggen we dan... Kijk, ja, nu ik zit, ligt die hele jurk in mijn reet. Ik moet gewoon even een paar kilo afvallen, weet je. Dan pas ik het. Goeie goal. Geweldig. Leuk. Hele leuke laarzen. Oeh, love it. Kijk nou hoe leuk. Ja, ik vind het echt geweldig. Heel leuk. En dan als laatst heb ik een earcuff. Een earcuff. Heel erg leuk. Ik ben namelijk al mijn earcuffs kwijt. Ik raak ze altijd kwijt, want ik laat ze altijd overal nergens liggen. En dan vergeet ik het weer en dan moet ik ze weer kwijt. Hé, ik heb een oorbel. Oh, die heb ik uitgedaan. Zo. Dit vind ik heel leuk. Ik doe even nog een andere oorbel in, want dit vind ik lelijk. Ja, kijk hoe leuk. Love it, love it, love it. Oké, nou, heel erg blij met de bestelling. Ja, ik vind alle items echt heel leuk. Ik denk dat deze blazerjurk echt normaal kwam met een panty of een legging eronder. Want ik vind hem wel echt heel leuk. En anders kan ik hem trouwens ook gewoon open als blazer dragen of zo. Nou, helemaal leuk. De verzending was trouwens echt vet snel. Ik heb het deze week volgens mij allemaal doorgegeven. En het was gisteren al bezorgd. Dus echt 1 of 2 werkdagen. Echt niet normaal chill. Ik had opeens helemaal de ingeving om een nieuwe kleding aan te doen. In ieder geval, ik had helemaal de ingeving om deze laarsjes aan te doen. Dus ik heb ze lekker aan. Met een legging van Shein. Een jasje van Shein. En een trui van Naked. Ja, I like this. En dan dit beige tasje. Bit. Zo, morgen... Dit beige tasje erbij. How cute! Nou, Yvonne en ik zijn klaar met werk. Hey. We zijn best wel nog op tijd. Dat is wel chill. We hebben net heel snel nog allemaal drank gehaald. Waar is jouw tas? Hier. Oh, 2 tassen vol met drank. Want we gaan bij mij weer gezellig drinken met Stan en Bo. En Isabel. Vorig jaar was helemaal uit de hand gelopen. Zo, ik kon niet meer lopen hier. Ik kon helemaal niks meer. Ik kon helemaal niks meer. Dat is zo grappig. Ik hoop echt niet dat het vanavond ook gaat gebeuren. Nee. Gewoon normaal. Gewoon leuk dronken. Ja, gewoon ja. Niet helemaal op. Nee, dat ik niet meer kon praten. Nee. Nou, ik heb er helemaal zin in. Ik ook. Hoi. Nou, ik ben mijn zussen. Hallo. Zussen. Hey. Die wil een nieuw. En nou, we gaan lekker wijnen en spelletjes doen. Waar lijkt mij op? Apen. Ja. Dan heb je links en rechts. En dan heb je als een dier heb je een rechter dier. Nee. Dier. Rechter vleugel. Wow, dit kan niet hoor. Moet je. Moet je het uitleggen dan? Vleugel. Dan zeg je bijvoorbeeld in mijn vliegtuig. Dan heb je de linker en de rechterkant. Je mag ook de rechterkant zeggen. Ik zei links en ik rechts. En dan ja. Wat heeft een dier? Ja, wat heeft een dier? Hoeveel dieren heb je op de wereld? Ja. Pony, maar een pony. Een pony staat in de volgende. Pony, grote voor pony. Pony, klein paard. Een pony. Paard. Pony, paard staat. Ja. Oké, ze gaat judo, hè? Dan krijg je zo'n... Een band? Ja, maar dat is een kleur. Een kleur. Zwart? Ja. Ja. Als je... Ja, goed zo. Zo mooi dit. Oh. Ik weet wat je bedoelt. Oké, okay, zij drinkt dus water, rood. Maar dan, Sparo? Ja, ze bruist water. Gewoon Sparo. Gewoon rood. Lekker naar de. Sparo? Ja. Nee. Dat ja. Dat oh, we drinken bij Koen altijd. Die rode drinken, ja, lekker met een kaneelachtig, warm. Gluwijn. Ja. Dat denk jij nooit naar. Oké, okay, maar als je bijvoorbeeld een... Oké, okay, ja, stop. Oh, wat was het? Ja, kompas. Ja, ik weet het wel. Ik zei het, ik weet het wel, maar ik weet het niet. Ik zei, ik weet het. Goedemorgen allemaal. Ik ben helemaal geflikt. Ik ga nu onderweg naar Amsterdam. Oh, daar heb ik een schatje. Hij doet het er. En ik heb een afspraak daar. Superleuke afspraak. En ja, voor een giveaway. Maar ik ben iets laat. Ik had vanochtend namelijk nog iets anders.
Het is eigenlijk voor het eerst in tijd dat ik gewoon weer iets leuks ga doen. Ik heb er helemaal zin in. Het is nu ongeveer... Oh, het is een half uurtje rijden. Dus ik ben 10 minuutjes te laat of zo. Helemaal top! Oh, ik word zo gek, jongen. Er staat hier echt weer een file van hier tot Afrika. Want de weg is hier helemaal over de hoop. Oh, die wordt allemaal weer veel te laat. Oh, trouwens, vanavond ga ik naar Samantha. Ga ik naar Den Haag. Daar woont ze, super gezellig. Dus ik heb mijn spullen al gepakt. Die ligt hier achterin. En wat zin in. Gezellig. Gaan we lekker wijntjes doen en lekker koken. Helemaal leuk. Alright, ik ben dus aan het shooten, alleen de batterij valt het uit. Maar thank god, ik heb een extra meegenomen. Ik was dus net geweest met de eerste foto's. Helemaal leuk. Oké. Ik zit weer in de auto. Het was echt zo'n leuke dag. Echt niet normaal. Het was zo leuk. En er komen zo fucking veel gave dingen aan. Er komt een giveaway aan. Ik weet niet of ik het kan zeggen. Heb ik het uit. Waar we 10.000 euro aan prijzen weg gaan geven. Het is zo ziek, jongens. Je moet me eerst in de gaten houden, Sarah Verhoerd. Het komt zoiets gaas aan. Het is echt, oh my god. En het komt maandelijks terug. Dus, Ik ben zo hyped. En er is nog iets anders fucking vets. Ik ben helemaal enthousiast over alles. Iedereen was zo aardig. Ik had dus een bericht van Brace. En zo naar jou. Je bent echt top. Maar ik vond het zo leuk. En het was echt top. En het helemaal excited. Right guys. Ik ben in Den Haag aangekomen bij Samantha. Voor mijn echt trouwe kijkers. Die kennen me nog ook. Die kennen Samantha. Wie is die vrouw die Amerikaans praat? Ja, we zijn Amerikaanse vriendin. Oh, kom hier. We hebben elkaar... Nou, een jaar. Het is minder. Je bent echt knap. Leuke outfit. Outfit today. Nee, maar Samantha en ik kennen elkaar van stage. Dus toen ik stage liep, toen zag ik haar elke dag. En ik denk dat echt wel een paar, echt wel veel kijkers jou kennen hoor. Zou ik die weten? Nee, misschien. Zijn we er lang niet geweest? Nee. We hebben de zomer hebben elkaar nog één keer gezien. En ja. Samantha was nog in Curaçao en corona hebben. Ja, voor 3 maanden. Ik wil nog niet terechtkomen. Nee. Dus, nou, we hebben gezellig girls night. Kijk, we gaan lekker eten maken. Hier staat het al helemaal klaar. En we gaan taco's maken. Oh, I can't wait. Het ziet er echt goed uit. Jongens, kijk hoe cute dit is. We gaan lekker taco's... Ik weet niet of dat nou al gefilmd heb, maar we gaan taco's eten. Met steak en shrimps. En hier zijn we ze aan het maken. Er gewoon lekker vanuit, weet je wel niet? Gewoon makkelijk. Love it! Oh my god, jongens. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. Wij gaan lekker eten. Oké, we hebben lekker avond gegeten. Oh, maar het was zo lekker. Echt niet normaal. En nu hebben we gin tonics. Love the gin tonics. Als het iets is wat Samantha en ik drinken, zijn het gin tonics. Okay, we zijn sustainable. Ey. We zijn basic bitches met onze mason jars. Maar ik zweer het. Hoeveel? Ik heb denk ik nog nooit zoveel gin tonics gedronken als met iemand als met jou. Ja. Dat met jou. Gin tonics sowieso is altijd lekker. I love it. En volgens mij dronk ik daarvoor gewoon bijna nooit gin tonics. Ik ook niet. Maar en nu ben ik addicted. Maar door stage echt, we dronken altijd maar nu ook altijd gewoon pink gin tonics. Dat is mijn shit. Dat is shit. Mijn shit. Het is goed. En we kijken de film Material Girls. Of wat is het? Material? Material Girls. Ja. Nee, dat is materialistisch. Dat is echt mooi. Oké, we zijn What Do You Mean maand 2. Dit is zo grappig, jongens. Moet je dit lezen? When you hear someone pronounce a
warm word and you feel superior as fuck. Omdat we alleen zijn en het niet eerlijk is om zelf te stemmen, is staat op haar story en yeah. Posten. Oké, okay, we zijn echt zeg maar die good old songs. Oké, okay, we hebben echt allemaal lekkere snackies. Loopt 2 seconden weg. Oepsies. En het is verbrand. Housewife potential. Nee, is goed zo. Nee, we hebben echt allemaal lekkere snacks. Nee, Isco staat er al open. Dan ben ik, nee. Kan wel. En we hebben lekker dit. En sausjes. En broodje erbij. Helemaal lekker. Woo! En gin tonic, of course. Good morning allemaal. Het is vandaag zondag. Ik ben Samantha wakker geworden. En wij zijn letterlijk op de bank in slaap gevallen. We waren Mean Girls aan het kijken. En ik was gewoon in slaap gevallen. Samantha die werd volgens mij om 3 uur of zo wakker en is toen naar bed gegaan. Ik werd om 5 uur pas wakker, dus ik lag hier op de bank. Ik dacht, huh, waar ben ik? Wat doe ik hier? Toen dacht ik, het is 5 uur. Waarom lig ik hier? We waren ook gewoon nog frituur aan het eten. Dus dat was de grap. En toen zijn we in bed gegaan. In bed gaan liggen. Ik heb trouwens heel raar gedroomd. Ik heb gedroomd dat wij in Antwerpen waren. En dat we 5 guys mukbang daar gingen opnemen. Maar dat kon niet, want het was al 3:15. En jij moest mij heen en weer naar huis rijden, want jij woonde in Antwerpen. En dan zouden we dat niet rennen met de avondklok, want het was 4 uur rijden. Wat de fuck? Ik kom nu opeens binnen. Nou ja, het slaat heel nergens op. Heel weird dit. Oké, okay, we zijn helemaal klaargemaakt. Ik ga helemaal stuk om met mijn mantel rijden. Want we gaan dus een mukbang opnemen. 5 guys, het is ook al binnen. We zijn een hele setup met een achtergrond en lampen aan het opzetten. Samantha, waarom heb jij dit? Omdat ik niet weet hoe ik mijn geld moet besteden. Ik ga zeggen, ze hebben gewoon zo'n green screen, een heel pakket. Ik ga helemaal stuk. Oké, okay, we hebben de mukbang gevuld. Het was zo lekker, jongens. Je moet echt checken. Ik denk... Nee, hij staat nog niet om... Ik denk dat hij nou... Nee, ik weet het niet. Nee, Josje gaat volgende week. Ja, ja. Dus het was echt lekker, hè? Het was echt niet normaal. En baby. Nu zijn we zo vol, niet normaal. Maar het is super mooi weer, dus we gaan zo meteen lekker een rondje lopen. Want Samantha woont dichtbij een park. Check the fucking weather. Het is echt niet normaal lekker zonnetje. Oké, wij zijn lekker een rondje aan het lopen. Het is zomer weer, het is warm, het is ook rustig, het is echt amazeballs. We zijn leuke foto's aan het maken. Oké, het is inmiddels avond, ik ben al een tijdje bij staan, ik ben ook gezellig gegeten. We vervelen ons echt niet normaal dood. We hebben echt geen zin om weer de hele avond tv te kijken, want dat heb ik net al gedaan. Het is nu, hoe laat is het? 10:45 en we hebben ook gewoon vakantie. Dus we zijn nu aan het rummiken. Het slaat echt helemaal nergens op. Maar het is wel leuk. Lekker. Stan heeft gewoon een lekker Mona toetje, want hij moet aankomen. Bulk season. Het zou geen weekvlog van mij zijn. Al zou ik de weekvlog afsluiten op de maandagochtend. Jongens, ik vergeet het gewoon altijd. Het is zo dom, want ik heb gisteravond gewoon nog gevlogd. Maar ik vergeet er gewoon een soort dat het zondagavond is en dat mijn weekvlog afgelopen is. Dus het slaat allemaal nergens op. Maar ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vond je de video leuk, vergeet zeker niet een duimpje omhoog te geven. Vergeet zeker niet op mijn kanaal te abonneren. Ik ben buiten adem. Show the love and the support. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei.